Utrecht belangrijk, vindt Erik Willaerts. Van Loenis bij de tweede paal. Krijgt die bal wat moeilijk onder controle, maar zijn poging is niet slecht. Wildschut voorkomt een hoekschop. Utrecht begint goed. Gert Kruis. Speelt twee man uit. En dan komt Nederburg moedig uit zijn doel. En ruimt Hansen op. Vrije trap Hansen voor buitenspel van Van Loen. Suvrijn met Jung. Overtreding door Kevin Jung. Op de knie van Wilbert Suvrijn. Ja, Thomas komt in actie, trekt daarvoor terecht geel. Suvrijn is weer opgelapt. Roda krijgt uiteraard de vrije trap. Met Hansen. Hoe sterk is Smeets in de lucht? Zo sterk. Brands is er ook. En Van Loen gaat dan gewoon mee. Ingooien van Gert Kruis. Van Loen met steeds Ernie Brands in zijn buurt. Ja, zo kan je ook terugspelen. Staat niet in een boekje, maar het kan. Brands. Meijer. Plattler. Huub Smeets. Meijer kiest positie. En bij Groningen weten ze hoe gevaarlijk dat is. Meijer die 6 keer in 1 week scoorde, is er hier ook dichtbij. De beste kans tot nu toe voor Roda. Van Ede voorkomt een hoekschop. Thomas was goed meegelopen. Henny Meijer, zeer succesvol de laatste tijd. Patinama. Alflen. Brands. Een kansje voor John Van Loen. Oh zeg. Die had moeten zitten natuurlijk. Veel te zacht ingeschoten. Dat beseft hij zelf inmiddels ook wel. Kruis. Moeilijk onder controle te krijgen, maar het lukt. Van Loen. Van der Meer. Patinama. Het beste van het spel, als je daar al over mag spreken, is voor Utrecht. Jung. Van Loen naar de eerste paal. Jung zoekt Willaerts. De redding van Nederburg. Brands en Wildschut. De twee voormalige PSV'ers. Twee voormalige internationals ook. Nu bij Roda. Ron Jans. Roda zet aan. Meijer. En Plom. Patinama. Jung. Patinama. Natuurlijk, zelf proberen. Oh, die was mooi zeg. Dat was een doelpunt waard geweest. Binnenkant paal, binnenkant lat. En handstand van Hansen. Schitterende knal van Tom Patinama. Na twee even mooie bewegingen waarmee hij zichzelf in een goede positie manoeuvreerde. Ron Jans. De laatste 10 minuten waren zeker aantrekkelijk. Van Loen mee in eigen strafschopgebied. Patinama. Suvrijn. De Jong. Meijer goed weggedraaid van zijn man. En een doelpunt. Typisch weer Henny Meijer. Heel knap weggedraaid van Erik van der Meer. Zijn 7e doelpunt op rij. 2 tegen Veendam. 4 tegen Groningen en nu vlak voor rust een zeer belangrijke goal. Roda leidt tegen Utrecht 1-0. Henny Meijer. De Jong. Slecht uitgeregeld, Wildschut. Alflen. Laatste kans voor Utrecht in de eerste helft met Willaerts. En dan Van Loen misschien. Brands. En Van Loen. Van Loen houdt die bal binnen. Nu niet meer. Hoekschop.
De hoekschop komt van Kruis. Hoe verwerkt Utrecht die tik naar het doelpunt van Meijer? Want een tik is het. Utrecht had namelijk veruit de beste kans in de eerste helft. Patinama gokt. En nu is het rust. Zodat dit doelpunt niet doorgaat. Het zit Utrecht niet helemaal mee. Suvrijn pikt die inworp van Kruis op. Jans is de inkomende man. Weer Suvrijn. Smeets ineens. Op Van der Meer. Kruis verdedigt uit. Hansen brengt Roda opnieuw in de buurt van Jan-Willem van Ede. Alphen. De Jong. Meijer. De Jong. Van der Meer, hoekschop. Het zag er goed uit, deze rode aanval via Jacques de Jong. Smeets, Meijer. Goed, Jan-Willem van Ede. Het was de tweede kans voor Henny Meijer deze wedstrijd. En het scheelde maar weer heel weinig. Hij toont eens te meer aan hoe gevaarlijk hij is. Lange trappen, dat is het recept van Jan-Willem van Ede. Om de 5-6 man voorin te bereiken. Maar Brands is natuurlijk heel goed in dat verdedigende werk. Alhoewel hij hier Van Loen wegzet. Klomp. Willaerts. Dat is hem 1-1. Een hele knappe ingestudeerde vrije trap van Gerrit Klomp. Goed doorgelopen van Erik Willaerts. Het is 1-1 en de strijd is weer volledig open. Maar Willaerts is bij die goal geblesseerd geraakt en Utrecht kan niet meer wisselen. Meijer. Suvrijn. Jans. Roda probeert voetballend het tent te halen. Smeets krijgt een tik van Van der Hoofd en dus een vrije trap. Terwijl Utrecht probeert met hoge ballen dat enige broodnodige doelpunt nog te maken. Dik 10 minuten nog. Vrije trap Roda, Ron Jans. Blattler ineens tegen de lat. Een schitterende bal. Hoekman. Ook niet verkeerd van Ede. Meijer, hoe is het mogelijk Henny Meijer? Het begon bij die schitterende knal van Pierre Blattler op het hout boven Jan-Willem van Ede. De dreun van Hoekman en dan weer Henny Meijer. 2-1 voor Roda, 10 minuten voor tijd. En de dreun komt hard aan, ook bij Van Hanegem en Olderuiter. Slechte vrije trap van Klomp. Natuurlijk zit Utrecht er helemaal door. Smeets en Hoekman. Hoekman kan de zaak beslissen. Tegen de paal zeg. Het hoort allemaal bij deze wedstrijd. Hoe is het mogelijk? En Hoekman is flink geraakt bij die actie. En gilt van de pijn. Doordat Utrecht alles op de aanval gooit, krijgt Hoekman vrije doortocht. Maar het zit hem niet mee. En de blessure lijkt ernstig. De trieste aftocht van Danny Hoekman die de derde en bevrijdende treffer voor Roda op zijn schoen had. En dit is nog wel heel wrang op een brancard naar de kleedkamer. Klomp. Van Loen verliest. Klomp. Brands en Willaerts. En Thomas kluit af. Roda wint.